voorzitter. Ja, we zijn blij dat de PvdA deze begroting zo goed leesbaar vindt. En misschien dat de PvdA de rest of een gedeelte hier van de zaal kan helpen door ons uit te leggen waarom de algemene dekkingsmiddelen, die 394 miljoen, onder het kopje bestedingen staan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ken de PVV als een partij die erg graag aangeeft waar zij wat verduidelijking wil hebben. En het verbaast mij dan ook dat wij dus dit soort vragen nu krijgen, terwijl de kritiek nu juist is, het is te veel, te complex en het is niet helder genoeg. Volgens mij zou je dan één ding moeten doen, en dat is niet meer vragen op tafel moeten leggen zoals deze vraag ook, om daar dan vervolgens weer antwoord op te krijgen. De PVV heeft bij mijn weten 15 of 14 vragen ingediend bij bijna elke begroting, schriftelijk, dan wel het jaarverslag, op verheldering. En ik denk dat je zo niet verder komt. Die krijgt dikker papier, niet de 4 centimeter, maar de 5 centimeter. Dus in mijn ogen zou je op de hoofdlijnen moeten concentreren bij de begroting. En heeft het geen enkele zin om op details discussie te voeren met elkaar. Voorzitter, ik stel juist een vraag op hoofdlijnen, want deze post van 394 miljoen staat in het verzameloverzicht van de uitgaven. Dus nogmaals de vraag, u kunt deze begroting, zegt u, heel goed lezen, u vindt hem geweldig. 394 miljoen euro staat onder het kopje uitgaven als algemene dekkingsmiddelen. Kunt u mij uitleggen waarom die post van 394 miljoen, geen detail, geen kleine post, waarom die daar staat? Ja, als u niet begrijpt waarom die staat, is het uw probleem, niet mijn probleem. Dat heb ik al gezegd. Wat mij betreft is het een zaak om op hoofdlijnen een discussie te voeren met elkaar. Dus ik ben erg benieuwd wat u wilt. U heeft een tegenbegroting neergelegd. Dan ben ik erg benieuwd wat u dan met dat geld zou willen doen. Maar waarom het daar staat, wat de precieze benaming is, waarom we iets een financieringsreserve noemen, een bestemming of voorziening, middelen, dekkingsmiddelen, allemaal prachtig. Wat mij betreft gaat het om de politieke keuze die wordt gemaakt. En daar zou ik het graag over willen hebben. Ik heb overigens ook een reactie op de PVV-tegenbegroting als ik daar nog aan toe kom. Voorzitter, laten we constateren dat in het algemene overzicht staat een post van 394 miljoen. En laten we ook constateren dat de PvdA niet weet wat die post inhoudt, waar dat geld heen gaat en waarom die post daar überhaupt staat. En dat is jammer.